En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Uncharted 4. Mijn naam is Michael en vandaag gaan we weer verder. Aflevering 3. Ja, 3. En ja, we gaan verder waar we vorige keer waren gebleven. Dus gaan we kijken. Nou, daar sta ik dus echt niks van. Maar hij maakt totaal niet uit. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Helemaal de taters die vent. Ja, het zal wel. Jezus, wat ben jij toegedaan? Dat gaat het wel? Ja, dat hoort allemaal bij het werk. Kom op. Hey, wow. Ga je me nou echt zo in spanning houden? Je had gelijk. Nee, wij... Heb je nou weer gelijk? Nu alleen Rafe nog vindt. Rafe. Ach, niet weer, alsjeblieft. Oh, kom op. Zoals je zei, wij deden dit. Jij en ik. En als alles bijna klaar is, komt die rijke eikel. Hoe lang proberen we al om hier binnen te komen? We hadden wat aanwijzingen. Helemaal niet, oké? Niet één. Dus leuk of niet? Geen Rafe, geen Varkens, geen toegang hier. Ja, even over Varkens. We hebben een probleem. Hoezo? Wat nou ineens weer Varkens? Waarom gaan ze het over Varkens hebben? Liet hij hier de oude gevangenis in? Ja, dat wel. Nadat hij de brief had gelezen. Oh, dit hadden we vorige keer waar we hier gebleven. Ja, klopt. Dus hoeveel weet hij nu? Genoeg om een deel te eisen. Oh, shit. Rafe, niemand anders mag hiervan weten. Ik bespreek dit wel met Varkens. Rustig maar. We hebben nu eerst al wat anders aan ons hoofd. Oké, kom, dan zoeken we een plek met meer. Nou, kunnen we nou eindelijk gaan beginnen? Ik bedoel, ik vind altijd het vet aan zo'n soort game is natuurlijk een storyline dit en dat. Alleen je hebt ook de hele tijd die verhaalstukjes tussendoor en dat is op zich soms wel vervelend. Oké, we zijn alleen. Oké, dus, laat maar zien. Dat zeg jij. Oh, shit. Hey. Mag ik? Doe voorzichtig, oké? Hout met goud en zilver ingelegd. Mooi vakwerk. Hij is hol. Waarom zou Avery zoveel moeite doen om een waardeloos kruisbeeld te verbergen? Het is geen kruisbeeld. Een authentiek kruisbeeld bevat de beeltenis van Jezus. Ja. Dat is niet Jezus. Oh, je hebt gelijk. Geen doornenkroon. Hij is vastgebonden aan het kruis. Maar als het niet Jezus is, dan... Lees de inscriptie. Jezus, oké, lol. Voor mij heeft iedereen zijn eigen goden, maar dat is Jezus. Hij zou wel geloven in Jezus dan. We betalen de prijs voor wat we doen. Ja. Door hem nou. Dat is het voordeel van opgroeien in een katholiek weeshuis. Het is Sint Dismas. Ja, de berouwvolle dief. Maar wat betekent het? Jongens, even voor iedereen die niet op de zondagschool zat. Tijdens de kruisiging werd Jezus opgehangen tussen twee dieven. Oké? Die ene dief bespotte Jezus. Nou, dit is dus ook iets wat ik nieuw hoor. Ik heb nog nooit de Bijbel gelezen. Hij accepteerde zijn straf en toonde... Goh, wat een leerzaam spel dit. Een rouwvolle dief. Ja. Wat? Je weet wat dat betekent. Er is een kathedraal van Sint Dismas in Schotland. Schotland? Ah, daar gaan we naar Schotland. Gezien in Schotland. Dat kan geen toeval zijn. Nee. Weet je, ik had zo mijn twijfels over jullie, maar laten we varkens zoeken. Ik wil weg uit dit stinkhol. Varkens. Gaan we weer varkens zoeken, hoor. Laat me raden, dit is die gast waarmee je ruzie maakte? Ah, ik wist niet dat hij zoveel... vrienden had. Dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, oké? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sales? Hey, weet je wat? Tú no te metas. Oké. Okay. Hoppa, op zijn mijl. We gaan vechten, hoor. Oh, even kijken, ja. Moest je nou net de populairste gast in de gevangenis uitkiezen? Au. Nou, jij stond hier echt te springen. Jongens, doe dat later maar. We gaan gewoon vechten, hoor. Au, joh. Oh, ja. Nou, hij loopt een beetje in de lucht te springen. Ik weet wat nuttigs aan doen. Oh, weer tegen de muur aan. En je ziet totaal niet wat je doet, joh. Oh, au. Gaat hij weer springen? Oh, ik klik de verkeerde knop in. Ik klik niet op kruisje. Ik klik de hele tijd op kruisje. Maar dat moet rondje zijn. Sorry. We roeien gewoon de hele boel uit hier. Er komen er steeds meer.
Buenas noches. Hoeveel blijven er nog komen, joh? Op zijn muil. Hard ook. Mantarasca Pachskibia. Ja. Gewoon een beetje Nederlands praten is ook geen probleem. Sam, ik heb wat hulp nodig. Los! Je ziet ook echt niks gewoon. Ik loop gewoon in een donker gat te vechten. Nou, dat is mooi. Oh. Het leuke is dit, voor YouTube zie je helemaal niks. YouTube verlaagt de brightness ook nog weer even. Waarom ze dat doen, dat weet ik ook niet. Ze zijn gewoon te lui ervoor. Zo, deze gast die houdt niet van ophouden. Au, oeh. Oh. Necesito de recuerdo las reglas. Alíñese. Zo, die werd flink toegetakeld. Holy shit. Hé? Dame. Wat heb je daar? Smokkelwaar? Cállate. Wie denk je wel niet dat je bent? Waar is de server? Trae los gringos in mijn officina. Okay. Nou, dat was het beeldje dus. Ik weet niet wat hij er nou uiteindelijk nog mee moest, maar... Verhoorkamer. Zullen we wel een preek van die hem krijgen? Degenos. Hij zit natuurlijk ook in het complot met die verhaal, die beveiliger, dus... Ben benieuwd. Op slot. Beleef je nou? We waren er bijna geweest. Kan nog steeds. Vargas? Serieus? Oh, ik heb niets gevonden. Het was vast een andere tour. Nou? Wat nou? Ik ben gewoon katholiek. Heb ik altijd bij me. Grappig. Hey, luister. Het is waardeloos, oké? Okay? Denk je dat ik gek ben? Oké, dus je wil onderhandelen. Gedraag je dan niet als een derderangs gangster. Doe dat wapen weg. Maar met z'n drie kunnen ook wel tegen een man met pistool praten. Geen probleem, joh. 10%. De helft. De helft. Wij doen het meeste werk. 20. Zonder ons vind je het nooit. 25. Dus een kwart. 25. Wat vinden jullie ervan, jongens? Nou, dat moet er maar, hè? Ja, tuurlijk. 400 miljoen is makkelijk te delen door 4. Dan hebben we dus een deal. Ja, we hebben een deal. 100 miljoen, jezus. En als jij mij ooit weer belazen... Jezus. Zo, dat was dat. Ben je verdomme helemaal gek geworden? Niet hetzelfde of zo? Jongens, wat gaan we nu doen? We houden ons aan het plan. Hoorde dit ook bij het plan? Is niet zo handig inderdaad dit. Nee. Kom op. Kom op. Man met snor is dood. Rave, waar gaan we naartoe? Man met snor is dood. Ik weet niet eens of die wel snor had, maar maakt niet uit. Maar met snor is dood. Ik weet het niet. Eerst naar buiten en dan zien we wel. Ja. Nathan, help mij. Waar moeten we helpen? Hier. Oké. Okay. Oh, ja, rennen. Ja, naar buiten. Goed zo, ja. Oh, we gaan freestylen hoor. Oh. Tussen moest er even pakken. Zullen we eerst maar aan die bewakers ontsnappen? Ja. Goed zo. Ja. Yeah.
heen. Oh, ho, ho. Rennen. Oh, hier kunnen we naar links. Oké, dan hoeven we dus gewoon niet te vechten. Dat is nog beter natuurlijk. Oh, allemaal schietertjes. Linksaf. Doe de deur open. Niet? Oké, dan niet. Dan gaan we wel hierheen. Kom op, Sam. Oh, voetje. Ook goed. Fijn dat je mij ook even helpt. Oh, oké. Okay. Ja joh, naar jou. Au. Au. Ja. Top eroverheen. Ja, maar dan maakt een beetje natuurlijk weer net af. Oh, vechten. Serieus? Oké. Au, 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 au. Ja, ja. En terug. Blijf eigenlijk die andere beveiligers. En vlug ook. Je vertrouwt hem toch? Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Gooi dat hok open. Hij gaat er zeker van door zonder ons, hè? Niet als we opschieten. Kom op. Naar jou. Oké, okay, dus een ondergronds pand gaan we door. Oh. Ze zijn overal. Ga maar verder. Oké, okay, niemand te zien. Jezus, het lijkt hier wel een doolhof. Ja, dat zei ik net ook al. Ze willen dat ze ontsnappen. Zullen we bewaker uit de gevangenis blijven? Oh, wat doorrennen. Hey Ray, wat je gezien? Waar die ladder is omlaag. We zijn er bijna. Ja. Daar is de vuurtoren. Oké. Okay. Toevallig dat we elkaar net weer tegenkomen natuurlijk. Ja. Oh, hier is een beetje prikkeldraad. Daar is het. Kom op. En laat het kruis niet vallen. Hoppa. Naar de overkant en door. Ja, nog een keer. Hier zo, kom naar de muur! Au, 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 wordt op me geschoten. Wat een freestylers zijn we ook. Oh, niet afbreken. Ik heb hem. Sam! Bob, ik trek je wel op. Ik heb je. Kom op. Oh, 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 oh. Kom op, schiet op dan. Sam, nee. Nee, hou vast! Wat? Hou vast! Verdomme! Je andere arm! Kom op, wat? Nee, nee, wat doe je? Nee! Nee! We moeten weg hier! Nee, hij is daar nee, hij is dood! Kom op, de boot ligt achter de muur! Laat hem gewoon achter, tuurlijk. Ik kan het niet. Ik kan het niet achterlaten! Nee, je broer is dood! Ga mee of jou overkomt hetzelfde. Ja, zoek het uit! Sam! Oh god. We zullen hem uiteindelijk op het einde nee. Alweer tegenkomen, denk ik ooit. Geen idee. Oh god. Oké, okay. Okay, ik moet die wegwezen. Of het is het einde van de game. Doei. Nee. Ik kom al. Ik moet verder blijven gaan. Oeh, een flink stukje vallen. Dat doet best pijn als je op je buik terechtkomt. Dat deze dag gelukkig niet, maar alsnog. We gaan dus serieus nu pas beginnen met de game. Oké. Okay. Nou, dat staat nog flink wat te wachten. Ben benieuwd hoe lang deze serie gaat duren, dames en heren.
Nou, dames en heren. Dan gaan we maar beginnen met het spel, ooit. Nu. Maar inderdaad, het is een spectaculaire intro, vind ik zelf. Ik bedoel, je broer is gewoon dood in zoverre. Ik weet niet of dit zeg maar een vooruitzicht in het verhaal is, dat denk ik wel. Of vanaf hier het verhaal verder gaat, maar dat zullen we zo meteen zien. Maar de storyline, jij mag nou nog wel beginnen. Oh ja, haar krijg je ook nog. Ik denk dat dat zijn vriendin wordt, is. Als ik het zo aan de foto zie. Dus, 15 jaar later. Oh, dus ja, het is geen vooruitzicht geweest, dit spel. Het is gewoon zoals het is. Nou, we zijn al bij hoofdstuk 3. Hey, vorige keer deed het 14 hoofdstukken. Goed, kan niet ver mee zijn. Dus. Wel opschieten, anders haal ik je omhoog. Ah, ik vind het wel. Oké. Hoe kan jij mij omhoog halen? Ja, en nu welke kant? Hé, ik zie iets glimmen. Schat gevonden, nou. Woehoe. Eerste schat. Oeps. Wat heb ik hier? Nog een schat? Hey, ik heb hier iets. Wat is het? Geen roest, de kleur klopt. Misschien afgebroken toen het de rotsen raakte. Hé, hey, je bent aan het mompelen. Sorry. Dit lijkt me een stuk van ons Frank. Oh. We zijn in de buurt. Je maakt het wel heel spannend, Trey. Heel spannend. Wat een kutstem eigenlijk. Oh, ik zie hier wat. Ah, kijk eens aan. Gevonden. Mooi zo. Nog intact? Ja, maar wel flink beschadigd. Hoe gaan we hier binnenkomen? Wat hebben we hier? Kun je dat openbuigen of zo? Oké, ik zie de lading. Volgens mij zijn de meeste kisten er nog. Hoeveel zijn het er precies? Even binnenkijken. Oh, daar. Nou, gooi die deur even open. Nou, kom op. Goed zo. Morgen, jongens. Oké, ik ben binnen. Zo te zien ligt het meeste nog wel vast. Wat is dit dan? Ik ben benieuwd. Oké, volgens mij zijn we twee kisten kwijt. Ik ga ze meteen even zoeken. Wacht even. Kom dan maar eerst een nieuwe tank halen. Ah, die kisten liggen vast in de buurt. Aha, ik heb er één. Ja, tuurlijk zit die vast. Dat zie ik ook nog wel. Weet je wat? Haal eerst die andere kist. Dan takelen we de trailer omhoog. Nou, nu snap ik waarom ze jou zo goed betalen. Ja. Waar is die andere kist? Even kijken. Zal die in de buurt liggen? Nee, zo ver is die kist niet afgedreven. Nou ja, dat zeg jij. Zal die ergens hier al heen zijn? Oh, daar. Kijk. Aha, daar is de andere. Dat is één, nu de andere. Leg hem in de trailer. We zijn bijna op jouw positie. Oké, zie je zo. Moet hij in de trailer? Ja, ja. Bij de rest, denk ik, ja. Oh, niet zo hoog.
Wel omhoog. Maar we moeten een hele flinke takelboting hebben om dit ding omhoog te krijgen. Ik ben benieuwd. Je moet onder andere je zuurstof tank gaan bijvullen, anders gaat het echt niet goed. Ja, komt ie. Oh, ja, ik zie wat. Oh, dat is een heel container ding. Oké, in positie. Koppel de trailer vast, dan taak dan de mat omhoog. Oké, ik heb de kabel. Ik probeer hem om een van de assen te krijgen. Oh, assen, oké. Oh, dit is wel awesome. Dat is net GTA, joh. Nou, eigenlijk is het construction simulator, wat het ook is. Nou, ja, koppel vast aan. Hoe werkt dat? Ik ben bij de as. Oh, rondjes eromheen. Maar joh. Het is wel echt, dit is zo realistisch, echt. Heel erg. Dat zegt hij altijd en dan straks gaat het verkeerd. Is altijd zo. Dit is geen as hoor, maar het zal wel. We gaan er rondomheen. En dat is 2. Oké, 2 zit vast. Begin maar. Goed. Weg daar. We gaan takelen. Ja, ga maar. Ga dan. Oh, ja. Gaat allemaal goed. Oké, okay. Is dat genoeg? Ja, zeker. Maar laat hem niet op me vallen. Ik beloof niks. Ik beloof niks. Oké, okay. Ik heb de andere kist. Ik zit er bij de rest. Oh ja. Dan heb ik ook gewoon niet even mee naar boven, gewoon bij die andere zetten. Maar wat, ik ben benieuwd wat het allemaal is, dat het allemaal compleet moet zijn. Staat er wel op, maar ik kan het niet lezen. Ja. Jezus. Ik heb geteld en alle kisten zijn er. En ik heb nog 5 minuten lucht over. Jezus. Hé, dan kun je daar nog wel even blijven. Misschien liggen daar nog wel meer schat of zo. Nee. Als je op het oude. Oké, ik ben er. Allemaal naar mijn weg hier. Zal ik doen. Takelen. Ja, nou, er zal wel wat gebeuren. Breekt een kabel of zo. Wat een schoonheid. Hoe voel je nu? Oh nee, gewoon niet. Gaat gewoon een keer goed. Oh, ik wacht. Containers, dekschip eronder. Hoppa. Zakken die handel. Hoppa. En we zijn er. Goed je weer te zien, Drake. Ja, blij om weer terug te zijn. Gooi je spullen maar naar beneden. Alsjeblieft. Bedankt. Zo, flink sprong. Oké, okay, wat nu? Nee, man. We moeten hier praten. Hoe is het gegaan? Wat denk je zelf? Alles geborgen? Ja, helemaal. Door jou staan wij allemaal op een paal uitslopen. Nee, man, eerder andersom.
Nou. Goed hoor. Nu moet er iets verkeerd gaan, denk ik. Klap die ding in me of zo. Gaat allemaal weer goed. Oh ja, daar. Kijk. Nog meer praten. De regering loopt zo'n 10 jaar achter. Laten we dit laten doen. Dan komt een van de schip aan. Oké, laten we eens kijken wat je gevonden hebt. Hé, hey, laat de volgende keer lekker iemand anders voor ons gaan. Rustig. Hoppa. Van donderdag dan. Hmm. Ach, kom op, nee. Dan waren het te duur. Dat meen je niet. De concurrentie is moordend. Ja, dat geloof ik best. Wat zit erin? Eens eventjes kijken. Wil jij het doen? Ja, doe de koevoet er maar tussen. Natuurlijk. Dank je. Ja. Wauw. Moet je zien. Wat is dat? Kopermijntje. Koper, oh. Nou, het zou je verbazen hoeveel dat waard is. Nou, daarom. De klant betaalt een hoop geld voor dat spel. Weet je zeker dat je niet gewoon wil omsmelten? Kom op, we gaan het vieren. Eerste rondje is voor mij. Bier drinken met jullie? Nee, nee, nee. Daar gaat mijn eigen risico. Als je het niet erg vindt, dan regel ik nog even het papierwerk en dan ga ik plat. Ander keertje misschien? Oké, wat jij wil. Hey, goed gewerkt vandaag. Dank je. Tja. Ja, dan niet. Voor mij gelooft hij niet helemaal dat het veel geld waard is, maar ik denk het wel. Deurtje op slot. Hey, Nate, wacht eens. Hey, wat doe jij hier nou? Ik heb een cadeautje voor je. Cadeautje? Wat is dit? Ik hoorde van mijn contactpersoon over dat wrak voor de kust van Maleisië. Oh, nee. Het schip is intact. Huh? De lading ligt voor het grijpen. Je bent wel een volhouwer, moet ik toegeven. En we hebben het geld voor de apparatuur ook binnen, dus we kunnen gaan. Hoewel mijn beste kracht, de gast die ik dit toevertrouw, de enige, hij heeft koudwatervrees. Warm of koud, ik was niet van plan mee te doen. Die contactpersoon van je... Heeft hij een vergunning? Nee, hij heeft geen vergunning, oké? Niemand krijgt een fucking vergunning. Tuurlijk niet. Nee, dat is alleen maar gunstig voor ons. Mm-hmm. Geen vergunningen, dus geen concurrentie. Het dat is waar. Is van ons. Zonder vergunning kunnen we niet gaan. Nee. Hierna kunnen we met pensioen, man. We lopen compleet binnen. Oké, ik weet niet wat jij wil, maar ik ga dus geen bergingswerk doen tot mijn 60ste. Jij wel? Beter dan de bak. Nee. Luister, ik doe het niet. En jij moet het ook niet doen. Houd nou maar gewoon bij, hè. Doe nou maar, maar ik verander echt niet van gedachten. Je kunt er een dagje over zeggen. Ja. Doe je Carla en de kids de groeten van. Oké. Okay. Jouw keuze, Nate. Denk er maar eens over. Ja, joh. Denk er maar eens even goed over na. Als je dan klaar bent met werk. Goed idee. Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan. Het zoekgebied is al kleiner. Het zou wel een geweldige vondst zijn. Oh, hij wordt toch, denkt van, oeh. Ja. Godverdomme. Nee, echt niet. Jij gaat lekker bij de rest. We hebben een mooi huis. Tijdje niet onderhoud. What the fuck? Is toch geen huis? Maar ja. Dames en heren, extreem bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog doen. Vergeet natuurlijk niet hier beneden achter te laten... of je niet kan wachten tot de volgende aflevering. En dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet blauw duimpje omhoog doen. Vergeet beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer terug. Dus tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.